Sinds de lockdown hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk contact te maken met familie door te beeldbellen, te telefoneren. We hebben een babbelraam, dus een plexiglazen scherm waarin de bewoner aan de ene kant zit en familie aan de andere kant. We hebben het zo goed mogelijk geprobeerd op te vullen, dat gat, maar er gaat niks boven menselijk contact in de live versie. En sinds gisteren zijn bezoekers ook weer toegestaan in Klein Gulpen. Nou ja, ze glunderden, dat moet ik wel zeggen. Ik had begrepen dat ze echt weer een kleurtje op haar gezicht kreeg toen ze me zag. Dus ja, dat is wel fijn. Hoe vind je die kapjes? Leuk, hè? Oh, zo. Ik vind ze waanzinnig. Komende week dan is er nog één bezoeker per bewoner. En langzaam willen we dat gaan uitbreiden naar meerdere bezoeken per week. Wil je koffie hebben? Wil je koffie? Als ik hier binnenkom, dan word je sowieso... staat iemand aan de deur, dan moet je eerst je handen desinfecteren. Vervolgens krijg je ook nog eens een mondkapje. Dan wordt een keer de koorts gemeten of je koorts hebt. Dus wat dat betreft doen ze het goed. Ja, heel goed zelfs. En zodra je binnen 1,5 meter komt, dan moet je het mondkapje opzetten. De afstand wordt enorm gewaardeerd met elkaar. Zelfs de bewoner die zegt dan niet te dichtbij tegen het bezoek. Dus dat is wel ontzettend fijn, ja. Kijk eens, mevrouw Lambamba. Oei, oei, oei. Alsjeblieft. Hartstikke bedankt, dankjewel. Met veel suiker. Leuk. We hebben vanuit de organisatie een aantal data's gekregen. En eigenlijk per week gaan we kijken welke versoepelingen we kunnen doorvoeren. En die data's, dat is niet in beton gegoten. Maar je kijkt vooral wat is van toepassing en wat kan ik toepassen in mijn eigen woonzorgcentrum. Ik hoop eigenlijk dat het zich gaat uitbreiden. Dat we binnenkort wat vaker mogen komen. Dat het ook niet echt op afspraak moet. Dat je gewoon kunt komen wanneer het eigenlijk iemand uitkomt. Je merkt gewoon de bewoners positief reageren. Ze verheugen zich als ze weten, hey, mijn dochter komt vanmiddag op visite. En wij als zorgmedewerkers genieten daar natuurlijk ook van. Dat mensen gewoon blij zijn en opgelucht en dat langzaam weer de versoepelingen zijn intrede gaan doen. Ja, iedereen heeft zich met volle 100% ingezet. En dat zie je ook bij de bewoners, dat ze wel, ondanks alle beperkingen, is het gewoon heel erg goed gegaan. Daar ben ik wel heel erg trots op.